Hey jongens, ik ben het weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer wat Modern Warfare 3 gameplay. En op zich vrij toepasselijk natuurlijk, want we zijn nu een week van de release van Call of the Ghost af. En zoals jullie weten, volgende week dinsdag komt Call of the Ghost dus uit. En net zoals Call of the Ghost is Modern Warfare 3 ook een game van Infinity Ward. En aangezien de beide games van Infinity Ward zijn, lijken ze vrij veel op elkaar. Dus het is het meest voor de hand liggende om dus wat Modern Warfare 3 gameplay te uploaden. Dus bij deze wat Modern Warfare 3 gameplay. En voor de rest, ik ga het in deze video voor het grootste gedeelte ook over Call of the Ghost hebben. Het is misschien een beetje mainstream, maar ja, iedereen is eigenlijk een beetje hyped voor Call of the Ghost. Persoonlijk ik dus ook. Dus ik kan het eigenlijk bijna over niks anders hebben als over Call of the Ghost. Dus ik ga mijn best doen om over dingetjes te praten die de meeste mensen dus niet besproken hebben. En die door de meeste mensen eigenlijk vergeten zijn. En waar die keer omheen liep, dat weet ik ook niet. Liep me echt strak voorbij. Maar in ieder geval, voor de rest, de gameplay is dus wat Modern Warfare 3, zoals ik net al zei. Het is wat Domination met de Scar. Volgens mij gewoon een Scar met Extended Max en een Silencer. En verder een Specialist. En volgens mij was dit weer mijn eerste mo-opje na een hele lange tijd. Dus ik dacht van, ik ga weer eens wat Modern Warfare 3 spelen. Ik heb gelukkig weer wat mo-ops gehaald. Dit was volgens mij mijn allereerste. En dat geeft toch altijd weer een goed gevoel, jongens. Mo-opjes zijn echt vele malen leuker dan de nuclear. Vooral omdat er ook echt iets gebeurt. Mensen kunnen zien dat je het haalt. Heel de map verandert. Die killfeed van jou staat erin. En je moordt gewoon iedereen uit die in de game zit. En dat is gewoon zo'n speciaal gevoel. Dat is gewoon vele malen beter dan die nuclear in Black Ops 2. En waarschijnlijk zal het ook wel meewerken dat ik die nuclear altijd choke. Ik heb echt honderden keren dat ik gewoon 20 plus haal en dat ik doodga. Maar ik haal die nuclear vrijwel nooit. Ik word altijd genaaid. Dus dat zal ook meewerken waarom ik dit natuurlijk vele malen leuker vind. Want deze haal ik eigenlijk ja, bijna altijd wel. Als het echt moet, dan kan ik hem halen. Misschien niet de eerste match, maar binnen 3 matches moet ik sowieso die mo-op hebben. Maar en waar ik het vandaag over wil hebben is dus grotendeels over Call of the Ghost. En zoals ik al zei, dat is eigenlijk waar iedereen het over heeft. En ja, sorry ervoor, maar ik vind het persoonlijk gewoon belangrijk om het daar toch nog even een beetje over te hebben. Waar ik het als eerste over wil hebben is over Dedicated Service. En het is iets waar ik eigenlijk al lang een commentary over wil doen. Maar het probleem is, het is één onderwerp. Het is één klein dingetje waar ik altijd over wil praten. En persoonlijk wil ik geen video uploaden van een minuut lang. Waar ik één klein dingetje vertel. En ja, laat eventjes in de comments achter wat jullie nou vinden. Moet ik, als ik één klein dingetje weet, moet ik daar gewoon een video over maken? Of moet ik juist allerlei dingen opsparen en vervolgens één gewoon grote lange video over maken? Want dat is wat ik nou doe. Nou maak ik gewoon één video met alle kleine dingetjes die de laatste bekend zijn geworden. En persoonlijk vind ik dat beter. Vooral omdat ik waarschijnlijk toch nooit eerder kan zijn dan internationale kanalen. Dus als jij altijd als eerste alle nieuws wil vinden, ja, dan moet je gewoon echt internationaal gaan kijken. Want die mensen die hebben geen werk, die doen YouTube voor werk. Die zitten de hele dag achter een computer. Die krijgen een berichtje als er iets nieuws is van Charlie Intel. Dus trouwens, Charlie Intel is dus gewoon de godfather van Call of Duty nieuws. Dus als jij nieuws wil vinden van Call of Duty, moet je eigenlijk gewoon op charlieintel.com kijken. Daar kijkt iedereen op, ik kijk erop. LJ kijkt erop, Team Martin kijkt erop. Iedereen die nieuws van Call of Duty uploadt. Dus dat is echt de godfather van nieuws. En dat is dus gewoon een website. Maar ja, waar ik het als eerste over heb is dus over die dedicated service. En een tijdje terug heeft Jaraski en de Kane er ook een video over gemaakt. Zoals ik al zei, ik wou dat ook doen. Ik heb er verder rest eigen video over gemaakt. Tot nu, omdat ik nou dus verschillende dingen heb om over te praten. Dus als eerste die dedicated service. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar een dedicated server is gewoon fucking nice. Ik zal het even uitleggen. Als jij normaal gezien dus een game joint in Call of Duty, dan kom je in een lobby terecht. Je komt in een lobby terecht met 12 mensen. En één van die 12 mensen wordt gekozen als de host. Dat is de persoon met waarschijnlijk de beste connectie. Soms heb ik daar mijn twijfels over, maar die moet eigenlijk de beste connectie hebben. En vervolgens moet jij met zijn connectie moet jij connecten. Nou, snap je? Connecten. En dat kan soms heel erg fout gaan. Gewoon als jouw connectie gewoon totaal niet kan connecten. En zijn connectie, allemaal, ja, weet ik veel. Mensen hebben slecht internet, bla bla. Het komt er gewoon op neer. Als jij gewoon een game speelt op Call of Duty, is de connectie gewoon bout. En als jij dedicated service hebt, dan host Call of Duty zelf de server. Dus jij joint echt op Call of Duty. Je joint echt de service van Call of Duty. Waardoor de connectie eigenlijk altijd optimaal is. En dat moet gewoon, ja, een enorme grote stap vooruit zijn. De connectie moet gewoon stukken beter zijn. Je zult nooit meer connectie interrupted hebben, want normaal gezien krijg je connectie interrupted omdat de host eruit gaat. Maar als er geen host is, kan die ook niet eruit gaan, snap je? Dus er zal waarschijnlijk geen host migration zijn, want er is geen host. Dat bedoel ik. En dat is natuurlijk een enorm groot stap vooruit.
Call of Duty heeft eigenlijk altijd gezegd dat ze dat niet gingen doen op consoles. Omdat het gewoon vele malen te duur was. Maar persoonlijk denk ik dat ze dat doen omdat nou de next generation eraan komt. En dat is gewoon een soort van investering voor in de toekomst. En ik denk dat dat gewoon een enorm slimme investering zal zijn. En heel veel mensen hebben er altijd over staan te janken. En nou krijgt iedereen zijn zin. Dus ik hoop dat het ook echt gaat werken. En daar ben ik benieuwd naar. Dat zullen we van eigenlijk natuurlijk merken bij de release. En hopelijk dat de game ook gewoon op de release ook gewoon net zo goed zal spelen als 2 maanden daarna. Want bij de release is het altijd wat, wat stroefjes. Het werkt meestal niet echt zoals het moet werken. Dus ik ben benieuwd. Voor de rest. Call of the Ghost zal geen Ground War hebben. En dit is voor vele mensen een probleem. En ik denk dat heel veel mensen dit ook niet wisten. En een tijdje terug is er een cover geleakt van Call of the Ghost. En cover, dat is dus gewoon het hoesje waar de game in zit. En daarop staat altijd met hoeveel mensen de game speelbaar is. En op dat hoesje stond dat de game maximaal met 12 mensen speelbaar is. Dat wil dus zeggen 6 tegen 6. Dus een gewone public match. En dat wil dus ook gewoon zeggen dat er geen... dat er geen Ground War is. En heel veel mensen denken dat dit alleen op de current gen is. Dus op de PlayStation 3 en op de Xbox 360. En dat op de next generation, de Xbox One en de PlayStation 4, dat er wel Ground War zal zijn. Persoonlijk heb ik daar mijn twijfels over. Want er is een complete game mode lijst geleakt. Waarin geen Ground War stond. Dus het kan zijn dat die misschien in de toekomst nog komt. Omdat de next generation consoles, die zijn er nog niet. Dus de games, ja... Die zullen waarschijnlijk ook nog niet helemaal 100% af zijn. Dat weet ik eigenlijk niet, want ze moeten al geshipped worden als het ware. Dus hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar in ieder geval, het komt dus op neer. Er zit geen Ground War in. Misschien dat er in de toekomst nog komt. Want in Modern Warfare 3 waren er ook dat er nieuwe game modes bij kwamen. Dus misschien kan dat. Maar misschien kan het juist niet, omdat het juist weer dedicated servers zijn. Dus hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar zoals het er nu op lijkt, is er geen Ground War. En verder rest is er ook nog iets heel raars. En dat is dat Call of the Ghost 27p is op Xbox One en 1080p op PlayStation 4. En voor de mensen die niet weten wat dit inhoudt. 27p en 1080p is een soort van resolutie voor jou. Voor de game zeg maar. Dus kwaliteit hoe de game is. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Een beetje moeilijk want ik ben zelf ook geen professor. Maar in ieder geval om het heel simpel te zeggen. Ik denk dat dat gewoon het makkelijkste is. Zonder al die onzin. 1080p is beter dan 27p. 1080p ziet er gewoon vele malen beter uit. En dat wil dus zeggen dat Call of the Ghost in principe beter uit zou moeten zien op de PlayStation 4 dan op de Xbox One. En dit is vrij apart aangezien Call of the Ghost eigenlijk een soort van release is die meestal toch richting de Call of Duty of richting de Xbox kant getrokken wordt. En door de Xbox eigenlijk... als enorme release wordt gezien. Dus ik vind het raar waarom die dan op de PlayStation 4 daar ook beter zou moeten zijn dan op de Xbox. Hoe dit daar ook gaat zijn, dat weet ik niet. Op de PlayStation 3 en op de Xbox 360 zullen ze volgens mij allebei gewoon 720p zijn. Dus daar wordt ook gewoon afwachten. Dat zien we van eigens. Verder rest zou de game 50 gigabyte installatie moeten zijn. En dit is ook weer op die covers. Er zijn covers geleakt voor de PlayStation 4 versie. Waarop stond dat het 50 gigabyte moet zijn om te installeren. En dat is enorm veel. Dat is een enorm groot bestand. En misschien weten jullie dit wel. Maar de PlayStation 4 heeft een harde schijf van 500 gigabyte. Dat is gewoon normaal. Dat heb ik op mijn PlayStation 3 ook. Dat is gewoon een goed aantal zeg maar. Dat is gewoon een redelijk grote harde schijf. Maar als de games al 50 gigabyte installatie nodig hebben... Dan wil dat zeggen dat er maar 10 games op een PlayStation 4 kunnen. En dat is gewoon insane. En het was ook al zo dat Killzone Shadowfall, die zou ook 50 gigabyte zijn. Dus als daar ook echt alle games 50 gigabyte groot zijn, dat is gewoon onmogelijk. Dan zouden er echt maar 10 games op een console kunnen. En wat daarmee moet komen, dat weet ik ook niet. Dus allemaal raar eigenlijk. Het zijn allemaal een beetje rare dingetjes die allemaal bekend worden. Verder rest. Iets wat wel interessant is, wat waarschijnlijk voor iedereen interessant is, is dat als jij Call of Duty Modern Warfare 3 speelt en Black Ops 2, dan krijg je speciale unlocks in Call of Duty Ghost. En ik zal even uitleggen hoe dit werkt. Als jij in Modern Warfare 3 tiende prestige haalt, krijg jij 4 verschillende unlocks. En dat houdt in player cards en backgrounds. Vervolgens heb je nog 2 andere unlocks en dat is als jij gewoon Modern Warfare 3 hebt gespeeld en Black Ops 2, dan krijg je sowieso al 2 unlocks. Dus in totaal zijn er 6 unlocks als jij Modern Warfare 3 het gespeeld en Black Ops 2 en dus tiende prestige bent geworden in Modern Warfare 3. Is op zich leuk om een beetje te showen van kijk, ik heb lekker tiende prestige gehaald. Ik heb een speciale calling card, daar heb je toch nog ergens voor gedaan. Dus is gewoon vet.
En dat is eigenlijk het meeste waar ik over wil hebben. Oh, trouwens nog één ding. En dat is de Cam Strike. Volgens mij heb ik het er nog niet over gehad. De Cam Strike. Misschien kennen jullie hem nog wel. Maar een tijdje terug is er een gameplay geleakt. Van Call of the Ghost. Waarin je de Cam Strike zag. En dat was een soort van MOAB. En heel veel mensen dachten dat je die alleen maar in een bepaalde game mode kon krijgen. Waarbij je dus koffertjes kon oppakken. En in die koffertjes kon een Cam Strike zitten. En dat is niet het geval. De Cam Strike zal gewoon een 25 point streak zijn. Dus het is eigenlijk een soort van MOAB, alleen dat was volgens mij een 25 gun streak. Dat vind ik raar, want als je nagaat, de capture is ook een point. Dus dat wil zeggen, als ik bijvoorbeeld, laten we zeggen, 10 vlaggen cap en 15 kills maak, dan zou ik dus ook een Cam Strike, a.k.a. MOAB, kunnen halen. Dus hoe dit precies zit, weet ik niet. Maar hopelijk zal het toch meer een gun streak zijn als een point streak. Ook al wordt het als een point streak gezien. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk alles waar ik het vandaag over wil hebben. Ik zal in de video nog dadelijk even alle maps laten zien. Alle camo's, alle wapens. En dat was eigenlijk alles waar ik vandaag over wil hebben. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot dan en houdoe.